Wij gaan vandaag onze stelling hebben. In een voetbaltoernooi voetbal je beter. Maar is het eigenlijk wel waar? Dat kom je vandaag te weten. Wat vindt u ervan of je in een voetbaltoernooi beter voetbalt? Ik denk het niet per se. Want er zijn natuurlijk wel goede sportkleren die er geschikt voor zijn. Maar het hoeft niet per se een voetbaltoernooi te zijn, lijkt mij. Maar waarom vindt u dat niet erg? Geeft u argumenten? Nee, ik weet voetbal zelf niet of zo. Dus mij maakt het allemaal niet zoveel uit eigenlijk. Maar het lijkt me dat je gewoon een joggingbroek of zo ook wel gewoon net zo goed kan voetballen als in een voetbaltenuut. Nou ja, het helpt natuurlijk wel, hè. Ik bedoel, je voelt je wel beter als je een leuk tenuutje aan hebt, toch? Ja, ik vind eigenlijk, het is maar een stukje stof. Waarom vindt u dat dan fijn? Nou ja, stel je hebt een Barcelona shirt aan. Het voelt toch wel fijner dan een tenuutje uit zomaar Nederland. En wat als je niet voor Barcelona bent en je krijgt van je moeder een Barcelona shirt en je bent van Real Madrid? Wat ga je dan doen? Ja, dan moet je je moeder boos aankijken, hè? Ja. Ik denk wel dat je beter speelt met een mooi tenue. Want als je je goed voelt en je ziet er mooi uit, heb je meer zelfvertrouwen en dan ga je scoren. Je lichaam doet het zelf. Die pak maakt toch niks uit? Dat klopt, maar je voelt je misschien veel beter als je een leuk pakje aan hebt. Stel dat je zou moeten voetballen in een jurk. Oh, in een korte jurk, dat je er geen last van hebt. Maar dan zou je zo belachelijk voelen dat je niet goed kan scoren. Ja. Ik heb zelf al heel lang gevoetbald, dus dat klopt wel. Ja. Waarom klopt het dan? Voelt hij dan vrijer? Wat voelt hij er dan mee? Je voelt je op je gemak, je voelt zeg maar niet naar je gekeken, want je ziet er best wel goed uit. Maar ik vind eigenlijk dat het is een stukje stof. En als je, ik voetbal, in een joggingbroek voetbal je ook denk ik wel beter. Nou, het ligt eraan. Het is voor elk persoon verschillend. Maar voor mij, als ik in een mooi voetbaltenue voetbal, dan voetbal ik wel wat beter, denk ik. Bedankt. Nou ja, ik kan niet voetballen, dus ik weet niet of ik beter of slechter ben. Oké. Maar als je kon voetballen, wat zou je dan beter spelen met... Een mooi tenue of juist, of maakt het helemaal niet uit? Maakt gewoon niet uit. Als je kan voetballen, kan je voetballen. Ja. Dan ga je presteren, toch? Dan... Ja. Ja, dat dacht ik ook. Wij trekken nu een conclusie. De meeste mensen zijn er voor, omdat ze vinden dat ze in een tenue beter voetbalt. Dit is ons einde en dit is mijn assistente oma. En die heeft het gefilmd en ook geïnterviewd. Tot ziens.